Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Karel Wüst Museum on Tour. Hadden we het vorige week over deze schitterende Cadillac Fleetwood 60 1961. Ook deze week gaan we het hebben over een grote auto. Totaal anders. Ander land, ander gevoel, andere filosofie, maar wel groot. Deze week gaan we het hebben over de Mercedes-Benz 600. De Mercedes-Benz 600 is de eerste en enige Mercedes-Benz ooit geleverd waarbij de ingenieurs een blanco cheque kregen voor de ontwikkeling. De enige opdracht die de ingenieurs gekregen hebben was het achter zich laten van de op dat moment geldende maatstaven in de vorm van Rolls-Royce en Cadillac. Als je in die tijd, en dan praten we over de periode dat deze auto gebouwd is, 1963 tot 1981, tevens daarmee samen met de SL, R107 en de G-klasse, het model wat het langst in productie geweest is, had je in deze tijd heel veel geld, dan kocht je Rolls-Royce. Als je nou gestopt was met je geld te tellen, dan kocht je een 600. Kostte eind jaren 60 88.600 guldens. Om een idee te geven, je kocht in diezelfde eind jaren 60 voor 20.000 gulden een eensgezinswoning. De 600 werd dan ook gekocht door hoogwaardigheidsbekleders, beroemde mensen, al dan niet met een bedenkelijke reputatie. Zoals bijvoorbeeld Saddam Hussein was eigenaar van de 600, Tito, maar ook de paus. En ook Elvis Presley had de 600. De 600 werd geleverd in drie verschillende uitvoeringen. Deze uitvoering, de zogenaamde korte wielbasis, alhoewel kort. Het was nog steeds een auto van een respectabele bijna 6 meter lengte. Tevens werd de auto geleverd als landaulet. Dat betekent dat het een halve cabriolet is, waarbij de voorste gedeelte van het dak vast is, het achterste gedeelte opengeklapt kan worden. En natuurlijk in verlengde uitvoering, de zogenaamde Pullman. De Pullman werd geleverd met 4 of 6 deuren. En eveneens 2 achterste zitrijden of 1 achterste zitrij. Maar wel luxe. Deze specifieke 600 is gebruikt om dienst te doen op de personenautorij 1969 in Amsterdam. Tevens is deze auto gebruikt om Tina Turner, Amerikaanse zangeres, te vervoeren als zij landde op 16-Hoven en verder te brengen naar haar huis in Keulen. Deze auto overigens is Nederlands erfgoed en deze auto is eigendom geweest van de vroegere eigenaar en oprichter van Mercedes-Benz Nederland, toenmalige Agam. Deze auto hebben er ook heel wat prominente bekende Nederlanders hebben hierin gezeten. En buitenlanders uiteraard. Waaronder mevrouw Schwarzkopf, Manuel Fangio, Koninklijke Hoogheid, mevrouw Juliana, koningin, en prins Bernhard. En er zijn er nog veel meer. Maar daar kunnen we jullie het beste meer over vertellen als jullie hier zijn. Kom het zelf ervaren. En kom ontdekken, kom ruiken hoe de 600 in werkelijkheid is. Technisch kenmerk van de 600 is dat de auto voorzien is van een ingenieus hydraulisch netwerk. Dat hydraulische netwerk werd onder andere gebruikt voor de bediening van de stoelverstelling, raambediening, uiteraard de vering. En zij is voorzien van een aansteker en een asbak voor iedere zitplaats. Iets wat in die tijd heel normaal was, wat gerookt werd, ook in de auto. Gelukkig is dat bij deze auto niet meer te merken. Tot zover het Karel Wüst Museum on Tour voor deze week. Hartstikke fijn dat jullie er weer waren. Leuk dat jullie ons volgen. Abonneer je ook op onze YouTube kanaal. En er gaan nog veel meer afleveringen volgen. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel voor het kijken.